Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Zo, goedemorgen nog steeds, allemaal. En ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Lensen. Meneer Lensen, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. We onderzoeken het hele stelsel van de coöperaties en ook de incidenten. En zo willen we weten wat er nou gebeurde en hoe dat kon gebeuren en wie er verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren we ons allemaal op toezicht, zowel vanuit het ministerie als... Vanuit het ministerie geïntermeerd interim toezicht op incidenten. En in dat verband, meneer Lensen, wordt u zelf vandaag gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede en u koos ervoor om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wilt kan staan. Ja. En mij nazegt, dat beloven. Dat beloven. U staat onder ede, meneer Lensen. Dank u. Neemt u plaats. De microfoon kan hele verhoor gewoon aanblijven. We gaan direct van start. Er zijn een paar leden van onze commissie die willen graag vragen stellen. Het woord is daarom aan meneer Boskamp. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed dat u er bent, meneer Lensen. We gaan het hebben over WSG en over Randre. Maar ook over de zelfregulering in de sector, want u bent vrij ervaren. Een aantal van de casuïstieken die wij bespreken en behandelen, daar bent u ook bij betrokken. U bent op dit moment voorzitter van de Raad van Toezicht bij WSG. En u bent ook extern toezichthouder geweest bij Randre. En verder heeft u nog in een aantal raden van toezicht gezeten. Onder andere van Trias, Woninvest en PWS. Vergeef ons als we niet... Ook als extern toezichthouder. Ja. En ook nog bij Woninvest. Nou, mooi. Dus, ja, die noemde ik ook. Goed. Tijdens eerdere openbare verhoor is WSG uitvoerig aan bod geweest. U bent dan op mei 2011 bent u voorzitter van de Raad van Toezicht geworden. Eerst ad interim, maar nu met een vaste aanstelling. En wat ons opvalt is dat zeg maar in het begin 3 leden van de Raad van Toezicht aftreden vanwege belangenverstrengeling. Maar dat kort daarna, in december 2011, de andere 2 leden van de Raad van Toezicht ook vertrekken. Al dan niet met lichte drang. Kunt u daar iets vertellen hoe dat ging met die laatste 2? Met die laatste 2? Ja, daar kan ik iets over zeggen. Deze beide... heren, die waren al langdurig lid van de Raad van Toezicht. Overschrijdend de normen die gehanteerd worden, ja. Zeg maar in de governance code. En toen na een half jaar ook duidelijk werd dat niet WSG op korte termijn zeg maar een samenwerking of een fusie of overname was door een ander... kwam er meer in beeld dat in zelfstandigheid verder geopereerd moest worden. Ja. En heeft bij mij de gedachte post gevat om toch te kiezen voor een nieuwe raad van commissarissen, volledig. Ja. Enerzijds en anderzijds ook het een en ander in werk te zetten, zodat ook de nieuwe raad van commissarissen ook weer een nieuwe directeur kon benoemen. Ja. En daarmee dus afscheid te nemen van de interim directeur. Dus het initiatief lag bij u en ze gingen, anders hadden ze er nu nog gezeten. Dat weet ik niet, maar in ieder geval hebben we dat met elkaar in gesprek gehad. Okay. Ja. Nou, in 2011 is de heer Span eerst niet ontslagen door de Raad van Toezicht, maar eigenlijk in goed overleg opgestapt, zo noemen we dat dan, met een zogenaamde beëindigingsovereenkomst. Ja.
En die overeenkomst die maakt het nu weer moeilijk om WSG juridische aansprakelijkstelling, omdat in die beëindigingsovereenkomst finale kwijting afgesproken. Dat gebeurt natuurlijk vaker. En in 2013 dient de rechtszaak en vordert WSG toch een schadevergoeding van 9,2 miljoen van de heer Span. En de heer Span die dient dan een wedervordering in vanwege pensioenrechten. En hij wordt in het gelijk gesteld en dat betekent dat WSG in plaats van dat ze 9,2 miljoen beuren, 287.000 euro aan Span moeten betalen. En de vraag is, had het nou niet voorkomen kunnen worden en had u daar zelf nog iets in kunnen doen toen u daar kwam bij WSG? Nou, laat ik dit zeggen. Ik ben zelfs zo eigenwijs geweest om het besluit van de vorige Raad van Commissarissen niet uit te voeren. Nee. Ik heb namelijk het bedrag wat zij hadden afgesproken niet betaalbaar gesteld. En wat hadden ze afgesproken? Een bedrag van in de orde grootte van 3 ton. Ik weet niet de exacte bedragen. En daarnaast was er nog een afspraak om, als hij op een goede wijze had gefunctioneerd, hij nog een extra bijdrage zou krijgen. En u zegt, hij is in het gelijk gesteld. Hij is in het gelijk gesteld voor het eerste gedeelte. Ja. Voor het tweede gedeelte hebben wij een uitspraak van de rechtbank gekregen dat we dat niet hoefden uit te betalen. Okay. Dat vinden wij ook in onze interpretatie een wat vreemde. Want daarmee komt toch tot de uitdrukking dat hij ook in de ogen van de rechtbank niet helemaal gefunctioneerd heeft zoals je eigenlijk zou kunnen of moeten verwachten van een directeur-bestuurder. En dat is een van de redenen waarom dat wij ook tegen die uitspraak hoger beroep hebben aangetekend. Ja. Los daarvan bleek ook dat ze daarmee een duiding gaven in de richting van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. En dat betekent ook dat wij alles wikkende en wegende ook een procesgang nu in werking hebben gesteld om in feite middels een getuigenverhoor onder ede bij de rechter ook goed te vernemen wat de Raad van Commissarissen vindt van de directeur-bestuurder. Vooral ook omdat bijvoorbeeld het rapport PwC ook doorlaat klinken hoe dat die Raad van Commissarissen nu achteraf in de richting van die directeur-bestuurder denkt. Ja, maar goed, u kon er niks meer aan doen omdat die overeenkomst was wel getekend. En u heeft dan gedaan wat u dacht dat u nog wat wilde. Wat binnen het vermogen lag, hebben we gedaan, denk ik. Nou. Althans, ik hoop dat ik dat nu duidelijk gemaakt heb. Ja, nee, zeker. Goed, u begon zelf wel over het rapport van PricewaterhouseCoopers. Dus in 2011 hebben zij onderzoek gedaan. Ja. Enerzijds naar de rol van de bestuurder, de heer Span. Maar vervolgens is er ook nog gevraagd om onderzoek te doen naar de Raad van Toezicht. Klopt. En wat was nou precies de reden voor die onderzoek? Nou, u bent uw verhaal begonnen met betrekking tot de belangenverstrengeling. Ik ben er niet bij geweest toen ze opstapten, dus ik weet niet of dat het argument is geweest. Maar ik heb al genoteerd dat ze vertrokken zijn. Ja. En een drietal leden van de Raad van Commissarissen waren ook in functie, in diverse functies, bij zorginstellingen. En u weet, WSG is een corporatie die in feite landelijk gezien meer dan 50% in de zorg actief is. Dus daar kan mogelijk aanleiding toe zijn. Maar we hadden ook in de besluitvormingsprocedures, en die zijn normaal, denk ik, bij corporaties, dat zaken via een raad van toezicht moeten verlopen. Dat niet alleen voorbehouden kan worden aan een voorzitter van de raad van toezicht, maar dat als dat een keer noodgedwongen door de tijd moet gebeuren, daarna zaken in de Raad van Toezicht moeten komen. Daar hebben we een helder beeld van proberen te verkrijgen hoe dat in elkaar stak. Okay. En dat willen we nu graag, nadat we het eerst zelf met de Raad van Toezicht daarover gesproken hebben, willen we dat graag onder ede nog een keer met die Raad van Toezicht aan de orde hebben. Oké. Okay. Nou, laten we de rapporten maar even knippen. Het rapport over de bestuurder. Wat kwam daar nou uit? Wat waren nou de belangrijkste bevindingen? Nou, de belangrijkste bevindingen liggen ook in relatie met wat ik net heb gezegd. Het totale besluitvormingsproces zoals dat plaatsvond. Ja. Dat is heel duidelijk aan de orde geweest. Dat soms zelfstandig door de bestuurder geopereerd is. Soms alleen met de voorzitter geopereerd is. Ja. Niet daarna terugkoppelend in de richting van de Raad van Commissarissen. En die voorzitter zat ook in de hoek van de belangenverstrengeling? Die was directeur-bestuurder van een zorginstelling in Geert Ruidenberg. Ja, waar WSG zaken mee deed? Ja, daar deed WSG zaken mee. Okay. Waren er nou nog bevindingen in dat rapport over die directeur-bestuurder waarvan u dacht, apart, dat had ik nog niet eerder gehoord hier.
waar u zich maar door verrast werd? Nou, ik heb zojuist gezegd dat ik op vele plaatsen als extern toezichthouder heb geopereerd. En ik kan bijna tot de conclusie komen dat wat ik daar vaak meegemaakt heb, bijna hier cumulatief zich demonstreerde. Dus met andere woorden, op heel veel punten zaten dingen niet goed. En dat hebben we ook aan de orde gehad bij de rechter. Alleen door die finale kwijting, om het maar eens even zo uit te drukken, is men niet aan een inhoudelijke beoordeling toegekomen ten opzichte van al die punten die we daar neergelegd hebben. Dus we hopen dat in hoger beroep wel toe in de gelegenheid gesteld te worden. En dan kunnen we die zaken daarbij ook aan de orde hebben. Want die finale kwijting is getekend door die voorzitter van de Raad van Toezicht die voor u zat, die ook directeur was van de zorginstelling die zaken deed met wijzigingen. Dan even naar het rapport over de Raad van Toezicht. Nou, u heeft al aangegeven net dat het met name ook om belangenverstrengeling ging. Waren er nog andere punten die daar aan de orde kwamen? De besluitvormingsprocessen waar ik het net over had. Ja. En ook een aantal zaken die we daar geverifieerd hebben. Overigens in daaropvolgende gesprekken die wij hebben gehad met de Raad van Toezicht. Van hoe kon het toch gebeuren dat bijvoorbeeld de vrouw van de directeur-bestuurder ook in dienst was bij de woningcorporatie. Ja. Waar we overigens een besluit toe hebben moeten nemen om die te ontslaan vanwege zaken die in onze ogen ook niet deugden. En dat hebben we ook geëffectueerd. Ja. Wat is er nou verder nog met die rapporten gebeurd? Behalve dan dat u zegt, ik ben nu met die Raad van Toezicht bezig om te kijken hoe we dat kunnen doen. Nou, laat ik dit zeggen. Wij vonden op sommige punten dat toch verdergaande onderzoek plaats moest vinden en wat meer diepgang erin moest komen. Ja. En daartoe hebben we een persoon gevraagd, een regisseur, om daar verder onderzoek naar te doen. En die zaken zullen waarschijnlijk in de juridische procedure ook verder aan de orde komen. Maar dat loopt nog, die rapporten, die aanvullende onderzoek zijn nog niet afgerond? Daar zijn wel tussenberichten over gekomen, maar we willen dat nog afronden. Want we verwachten dat we in oktober vermoedelijk dat getuigenverhoor kunnen hanteren. En we hopen de procedure in wisselwerking met de rechtbank zo te kunnen inrichten dat we gebruikmakend van dat getuigenverhoor, gebruikmakend van alle gegevens die we hebben, het hoger beroep kunnen doen in de richting van de heer Span. En wilt u hangende die juridische procedure, die tussenberichten met ons delen? Het advies is om daar zo terughoudend mogelijk in te zijn, laat ik het maar zo uitdrukken. Dus als u vragen over heeft, wil ik ze graag antwoorden. Maar voor de rest denk ik, ik heb dat juridisch geadviseerd gekregen. Okay, nou. Even nog naar de heer Span zelf toe, hè? Los van de juridische procedures die er dan wel of niet lopen. Wat is uw mening als u bent daar binnengekomen, u heeft veel ervaring in de sector, over de verantwoordelijkheid van de heer Span? Wat is er nou zo verkeerd gegaan? Nou, laat ik dit zeggen. De verantwoordelijkheid toen en de verantwoordelijkheid nu, nadat hij vertrokken is, daar zie ik wel een groot verschil in zitten. Want de verantwoordelijkheid die hij had in de procesgang daarvoor als directeur-bestuurder, kan ik hem toch wel duiden als zeer ambitieus, solistisch, laat ik maar zeggen. Laat ik het karakterologisch zo neerzetten, zeer dominant en daarmee een hele duidelijke stempel drukkend op het functioneren van de corporatie. En de vraag is, had hij verstand van zaken? Want hij deed natuurlijk in zijn ambitie wel dingen waarvan je kan zeggen, Nou, laat ik het zo zeggen. Op basis van mijn inzichten kan ik daar wat over vertellen. Maar zelfs de voormalige interim-directeur-bestuurder heeft in een van de jaarverslagen ook een uitspraak gedaan over zijn professionaliteit. En ik kan dat vanuit mijn kennis en kunde alleen maar onderstrepen. Ja. Kijk, als je grond koopt en moet een bepaalde prijs kosten, dan heb je wel planeconomische doorrekeningen nodig. Dan heb je wel nodig dat je weet wat je er in de toekomst mee doet. En dan moet je het goed in de tijd en met betrekking tot de risico's goed bekijken. Ja. En dat is heel vaak niet gebeurd. Nee. Maar als het aan u ligt, betaalt u de schade terug die WSG heeft berokkend? Ja, want anders gaan we niet op die wijze het hoge beroep in. Nee, heel goed. Dan is er een ander onderzoek nog in 2011. Het WSG die baalt een beetje van de rol van het Waarborgfonds.
destijds bij WSG. En Deloitte wordt ingeschakeld om dat uit te zoeken. Ja. En de uitkomsten van het rapport die zijn gedeeld met het Centraal Fonds. Hè? Met, van der Post, met Van der Molen. En ook nog met andere mensen met het Centraal Fonds. Met het ministerie. En Van der Post heeft hier tijdens haar voor gezegd, nou, ik ken het rapport niet. Ik heb het ook nooit ontvangen. U kent het rapport wel, hè? Ja, ik ken het rapport wel. Was u ook de opdrachtgever toen, of niet? De opdrachtgever was WSG, de zoon van de interim-directeur-bestuurder. Ja. Ik moet u eerlijkheidshalve zeggen dat toen ik met het rapport zeg maar in het vooronderzoek geconfronteerd werd, dat had ik de dag tevoren gekregen omdat u nadere vragen daarover had gesteld in de richting van de corporatie. Ja. En ik moest constateren dat de inhoud mij wel bekend was, maar het rapport kon ik niet meer voor de geest halen. En ik heb toevallig gisteren, omdat wij Raad van Commissarissen vergadering hadden, waar ook de accountant in het kader van de jaarrekening bij aanwezig was, heb ik tevoren nog contact gelegd van, ik wil nu weten hoe dat precies zit met de opdrachtverstrekking, hoe dat zit met allerlei zaken. En daarin is mij duidelijk geworden dat wij die opdrachtgeversrol vervuld hebben. Dus daar kan ik nu een duidelijk antwoord op geven. Ik heb kunnen constateren dat zelfs vanuit WSG de vraag voorgelegd is, kan dit rapport ook gedeeld worden met Centraal Fonds, met WSW enzovoort? Ja. Daar is ook een ja op gezegd. Okay. Waarbij overigens de kanttekening is geplaatst. Geeft daarbij wel aan dat er geen hoor, wederhoor heeft plaatsgevonden met WSW. Dus dat is helder gecommuniceerd. Maar anders hadden zij dat zelf wel gezegd natuurlijk. Laat ik heel helder daarin zijn. Ik heb nog niet kunnen vaststellen hoe dat door wie in welke richting gedeeld is met de partijen. Maar als de heer Van der Post het niet heeft gehad, dan kan ik zijn verontwaardiging kan ik begrijpen. Ja. Want dat past ook niet in mijn stijl van werken. Als ik iets met iemand heb, of als je denkt dat het niet goed is geweest, dan bespreek je dat in eerste instantie met degene waar je het over hebt en deelt eventueel daarna de zaken met een ander. Dan had je ook een dimensie van hoor, wederhoor. Waarom hebben we daar tot op heden nog niets mee gedaan? Dat heeft te maken met het feit, en dan, ja, u weet, het is een kleine corporatie. Er zijn maar een paar mensen die echt in het kader van deze problematiek die nu speelt actief zijn. En dan moet je prioriteiten stellen. En die prioriteiten liggen primair om die corporatie weer zo goed mogelijk in de benen te krijgen. Ja. En anderzijds ligt die prioriteit bij in de richting van de directeur-bestuurder, die wij de eerstverantwoordelijke achten met betrekking tot de ontstaande problematiek. Als afgeleide daarvan in de richting van de Raad van Commissarissen kijkend en daarna eventueel kijkend in de richting van andere instanties, wat je daarmee zou kunnen of moeten doen. In 2013 krijgt WSG saneringsteun, 117 miljoen. Ja. En dat bedrag wordt op dat moment opgehoest door de financieel toezichthouder. En we hebben eigenlijk een beetje vragen over dat traject wat daaraan vooraf is gegaan. Want minister Donner was de toenmalige minister over van Wonen, hij zat bij BZK. En die zei tegen de Tweede Kamer dat, dat de saneringsteun voor WSG op 0 euro zou liggen. Nou, u was in die tijd voorzitter van de Raad van Toezicht van WSG. Hoe is die inschatting van die 0 euro nou tot stand gekomen? Of bent u daar helemaal buiten gebleven? Hoe dat die tot stand is gekomen, dat weet ik niet. Maar ik kan het wel een beetje plaatsen. Want ik dacht dat anderen daar zich ook over geuit hebben. In ieder geval de interim-directeur-bestuurder. Ja. We hadden namelijk 4 scenario's waarlangs we aan het kijken waren hoe kunnen we tot een oplossing komen. En bij één of meerdere van die scenario's was het zo dat zeg maar mogelijke fusie of samenwerking of invulling met andere corporaties in de regio, dat zou kunnen plaatsvinden. Ja. En als dat plaatsvindt, en dat was ook bij het Centraal Fonds aan de orde, hoe beperk je dan de schade zoveel mogelijk voor alle corporaties die in feite een bedrag moeten opbrengen? Ja. En dan krijg je de afwegingsfactor, in belangrijke mate bij het Centraal Fonds liggend, van welk gedeelte van dat totale bedrag wat wellicht nodig is, moet terechtkomen bij die regionale corporaties, of wat moeten we in de totale corporatiewereld neerleggen? Dat is een kwestie van hoe ga je daarmee om? In eerste instantie hadden wij een bedrag nodig om door te kunnen blijven functioneren. Het lag in de orde grootte van 20 à 30 miljoen, dacht ik, daar ergens tussenin. En dus dat hebben we wel gehad van het Centraal Fonds. Maar wat in een afrekening komt,
want dat geldt ook nog een keer voor de 117 miljoen, dat is geen definitieve eindafrekening. Nee, dat is een bedrag dat we op basis van de inzichten die we hadden toen het besluit genomen moest worden, met elkaar geaccordeerd hebben. En we zijn nu met een proces bezig om te kijken wat het uiteindelijk moet worden. Als we daartoe in staat zijn, dan denk ik dat het goed is dat het misschien lager uitvalt. Maar er zijn ook risicofactoren op dit moment, zoals zorg en zoals andere dingen, dat het ook wel eens anders uit zou kunnen pakken. Ja. We hebben ook met meneer Ruighok, want daar doelde u op, de interim directeur, gesproken. En die zei ook, we hadden vier opties, die hebben we afgepeld toen het niet oplosbaar bleek. Ja, toen moest die saneringssteun wel doorkomen. En hij heeft steeds gezegd, ja, die 0 euro, dat was natuurlijk wel duidelijk dat je daar niet mee uit de voeten kwam. En hij zei daarbij, en daar schrok ik wel van, dat hij zei van ja, het leek er toch een beetje op alsof het Centraal Fonds wees geen lesje wilde leren. Die waren in de grond gegaan. En die hadden iedereen in de problemen gebracht. Dus dachten we, nou ja, dan zetten we gewoon die saneringssteun op nul. Met ook de consequentie dat de minister dat aan de Kamer heeft verteld. Nou, ik denk dat in de tijd gezien iets anders gelopen is. We zijn eerst met die vier scenario's bezig geweest. Ja, vertelt u maar. En toen bleken we niet uit die problematiek van die scenario's te kunnen komen. Omdat Vestia bijvoorbeeld tussentijds afhaakte, andere corporaties niet mee wilden doen, andere oplossingen die niet waren. En toen kwamen we voor de problematiek te staan, gaan we nu verder met WSG of moeten er andere dingen gebeuren? En toen is bij het Centraal Fonds ook een idee naar voren gekomen van moeten we ze niet failliet laten gaan, laten liquideren. De heer Ruighok en ik hebben ons er ook nog op georiënteerd van stel als dat gebeurt, hoe moeten we dat doen? Want wij hebben de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van WSG. Dus hoe doe je dat dan met elkaar? Gelukkig is die gedachte vrij snel verlaten door het Centraal Fonds. En ik kan u wel zeggen dat mijn stellingname altijd erin is geweest. Ik kan me voorstellen dat je, ik geloof dat ik het ergens beluisterd heb van een van de sprekers, dat je zonnekoningengedrag niet wil belonen door 117 miljoen in zo'n corporatie te stoppen. En dat je in feite ze failliet zou willen laten gaan. Ja, aan de andere kant is het zo, als je ze failliet laat gaan met het stelsel wat we hebben, dan kwamen we wel tot veel hogere bedragen dan de 117 miljoen. Dan kwamen we wel tussen de 300 en 400 miljoen uit wat er weg zou vloeien. En dat is een van de argumenten geweest die er debet aan zijn geweest om die 117 miljoen met ons af te spreken. Maar u zei, ja, het had ook wel veel meer kunnen zijn. Maar aan welke bedragen dacht u toen u hoorde dat het 0 euro werd geopperd in de Kamer? Ja, dat is afhankelijk van welk construct dat eruit zou komen. Stel dat het door Vestia was overgenomen. Nee, echte saneringssteun. Echte saneringssteun, ja. Maar toen hebben we nog niet over de saneringssteun gesproken in die scenario-benadering. Want we hebben in de scenario-benadering... Nee, dat snap ik. Maar op een gegeven moment komt er een moment dat je zegt van, nou, we hebben al die vier die opties afgepeld. Die gaan het niet worden. Oké. Okay. Dan gaan we de weg in van saneringssteun. En dan zegt minister Donner in de Kamer, ingefluisterd door het Centraal Fonds, saneringssteun voor WSG is nul. Na de scenario-studie, of misschien al lopende de scenario-studie, zijn wij uiteindelijk in de orde grootte van een bedrag van 120 miljoen uitgekomen. Ja. En heeft u, zeg maar, toen u dat hoorde, dat het Centraal Fonds deze move uithaalde, nog contact gehad met het ministerie om te zeggen, zijn jullie gek geworden? Of... Nee. Nee? Nee. Ja. Als je in zo'n situatie zit, dan... Dan kijk je hoe dat je naar inhoud de zaken kunt sturen. In een richting die past bij waar je primair voor zit. Dat is de continuïteit van de corporatie. Okay. Nou, dan in november 2012 krijgt u zelf een beetje gedoe vanwege uw beloning als interimvoorzitter van de Raad van Toezicht. Wat vond u daarvan? Van dat kritiek? Kijk, als mensen zeggen, er wordt veel betaald, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Aan de andere kant was dat heel normaal. En ik zal u dat ook uitleggen. De uurtarieven die ik gehanteerd heb, waren precies dezelfde uurtarieven die ik ook gehanteerd heb in de richting van de andere corporaties, waar ik extern toezichthouder was. Ja. Toen ik benaderd werd
voor WSG had ik in eerste instantie ook de gedachte dat ik als extern toezichthouder daar zou gaan opereren. Ja. Tot mij duidelijk werd dat ik gevraagd werd voor een interimperiode voorzitter van de Raad van Commissarissen te zijn. En toen heb ik gezegd dat gebeurt vanuit het bedrijf waar ik werkzaam ben, ja. Ecoris. En dat betekent ook onder de condities die in feite door Ecoris gehanteerd worden. Ja. Overigens, als mensen daar vragen over hadden, dan hebben we daar heel open en transparant in geopereerd om dat uit te leggen. We zijn naar de gemeenteraad geweest, we hebben het in de jaarverslagen, hebben we het verduidelijkt. En dat geldt ook voor allerlei andere zaken. Openheid en transparantie in dit soort zaken is altijd heel belangrijk. Tenzij dat de belangen van de corporatie zich daartegen verzetten. Maar met betrekking tot dit soort zaken zijn geen belangen van de corporatie aan de orde. Dus leg je dat goed uit. Ja. Nou, mooi, transparant en eerlijk en open. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het toch om sociale huurwoningen gaat. En kunt u zich dan voorstellen dat huurders daar wel geïrriteerd over gaan? Daar begon ik mee toen ik u antwoordde. Ja. Dat ik me kan voorstellen op welke wijze dat er gereageerd wordt. Maar aan de andere kant zijn dit de normaal gangbare zaken. Want ja. Als ik dat heb ik uitgelegd. Maar als ik dat zou uitleggen, en dit is een doorslaggevend element, dan kan ik ook met betrekking tot de juridische advisering, met betrekking tot het onderzoek, forensisch onderzoek, met betrekking tot de accountant en met betrekking... Nou, dat heeft die uurtarieven zijn even hoog, zo niet nog hoger. Ja, oké. Okay. Nou, nog even, want u bent van interim voorzitter vaste voorzitter van de Raad van Toezicht geworden. We zagen ook al zoiets soortgelijks bij de heer Ruighoek. Hè. Die kwam als extern toezichthouder binnen en die werd toen... Heel snel daarna, binnen een week geloof ik, kreeg hij ook een andere functie. Hoe ging dat bij u in zijn werk? Hoe is dat zo gelopen? Toen duidelijk werd dat met WSG doorgegaan moest worden, is mij in feite verzocht om dat verder te leiden. En ik heb toen ook gezegd, ik wil dat verder oppakken. Maar ik zal zo snel mogelijk, en ik dacht net gezegd te hebben, een nieuwe raad van commissarissen installeren. En anderzijds een nieuwe directeur-bestuurder aan stellen. Ik heb ook toen de nieuwe raad van commissarissen aan de orde was en om tafel zat. Het eerste wat ik gevraagd heb, ik ben hier interim geweest en ik functioneer nu als voorzitter van de raad van commissarissen. Hoe denken jullie daarover? En ben er maar open in. Ja. Moet ik dat continueren? Ja of nee? Dat hebben ze met een ja beantwoord. Okay. Wat ik me ook kan voorstellen, want dat was ook de argumentatie gegeven de ervaring in de daarvoorliggende periode. En later, en dat is recent nog geweest in januari, moesten we ook weer voor de nieuwe raad van commissarissen een tijdstabel van aftreding aan de orde stellen. Ja. En toen heb ik gezegd, ik ben de eerste die daar op de nominatie staat. Want toen werd er nog een grotere afzonderlijke procedure onder leiding van de vicevoorzitter in gang gezet. En men is tot de conclusie gekomen en heeft mij gevraagd om de komende 4 jaar... die rol nog verder te blijven vervullen. Oké, okay, daar heeft u ja tegen gezegd. Is het dan onder dezelfde financiële condities als die interimfunctie? Of nee, is het nu anders geworden? Nee, want ja, toeval. Maar 1 december, dat was die periode van een half jaar die afliep. A, van het contract van mij, contract van de heer Ruigrok enzovoorts. En de uitspraak dat men in feite vond dat men met BSG verder moest gaan. Ja. En toen heb ik gezegd... Want 1 december was ook de eerste dag van de maand waarop ik 65 werd. Toen ging ik met pensioen. Ja. En vanaf dat gegeven dat ik persoonlijk als voorzitter ging was functioneren... Ja. heb ik gewoon de code toegepast die geldt voor de woningcorporaties. Oké, helder. Dank u wel. Meneer Lentzen, voordat ik met u naar woningcorporatie Rantree ga... heb ik nog 1 vraag over WSG, de corporatie in Geert Ruidenberg... Want u antwoordde dat de vrouw van de directeur ook in dienst was bij WSG. En dat zij dingen deed die niet deugden. U begrijpt dat dat vragen oproept. Kunt u dat toelichten? Nou, zodanig dat ze zich middelen had toegeëigend dat dat niet passend is. En geldmiddelen en andere middelen. Dan gaan we naar de corporatie in Deventer. Rantree, want daar bent u op 1 december 2009 toezichthouder. En u krijgt daar 3 opdrachten mee. En 1 van de opdrachten is om ervoor te zorgen dat de financiën weer op orde komen. Ja. En het verlies bij Rantree bedraagt ruim 67 miljoen euro. Ja. Wat is de oorzaak dat Rantree in zulke financiële problemen is terechtgekomen? Ik denk dat de oorzaak gelegen ligt in
ook weer een hoeveelheid ambities die bij die corporatie speelden ook. En dat de consequenties van de voortrajecten die daarin gelopen zijn, de grondaankopen die daarin gelopen zijn, bij elkaar cumulatief tot dit soort consequenties leiden. Even los nog misschien van elementen van doelmatigheid. Want toen ik daar binnenkwam bij Rantree, heb ik wel heel duidelijk een aantal afspraken gemaakt met de Raad van Toezicht enerzijds en met de interim-directeur-bestuurder daar anderzijds. Dat er toch wel wat moest gebeuren, wilde ik mijn rol als extern toezichthouder ook goed kunnen laten functioneren. Ja, wat bedoelt u met daar moest toch wel wat gebeuren? Nou, was een organisatiestructuur, ja, waarin allerlei verantwoordelijkheden bij andere mensen neergelegd werden. Een soort eindverantwoordelijkheid bijna, waar als je niet uitkeek, de directeur-bestuurder ook nog alsjeblieft moest spelen om te weten hoe dat in elkaar stak. En ik heb meteen maar gezegd dat de interim-directeur-bestuurder vanaf het moment dat ik daar binnenkwam eindverantwoordelijke was voor alles. Mm-hmm. Tweeledig, omdat langs die lijn, ja, de interim-directeur-bestuurder mij ook weer kon informeren hoe dat de vlag erbij stond. En daarmee doelt u dus op die organisatievorm die de heer Teube had gekozen, waarvan de heer Kemperman bij eerdere verhoren aangaf de kerstboom. Ja, dat was een kerstboom. Ja. En dat was de reden tot die ingreep. Een tweede ingreep. Het was geen ingreep, het was een kwestie van goed overleg, zeg maar. Want dat is altijd belangrijk in dit soort situaties. Ja. Dat je in overleg tot conclusies komt. Er was dat we om de 3 weken bij elkaar kwamen vanuit de Raad van Toezicht. En zo zijn er meerdere stappen gezet om in feite goed te kunnen functioneren. Ja, als ik luister naar de reden die u aandraagt voor het feit dat het zo mis is gegaan bij Rantree, dan is het antwoord wat wij hier van de heer Teube hebben gehad, namelijk dat het kwam door de kredietcrisis, dus wel heel erg makkelijk. Ja, ik hoor iedereen waar het fout gaat bijna dat tapijt van kredietcrisis gebruiken. Ja, ik geloof daar niet in. Er zijn wel dimensies die daarin meedoen, maar dat is echt niet de hoofdoorzaak. Nee, wat ziet u als de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder bij de problemen die zijn ontstaan? Ik ben er altijd helder in. In alle situaties waar ik geopereerd heb, zeg ik, je kunt hoog en laag springen, links en rechts. Maar er is maar één die eindverantwoordelijk is, dat is de directeur-bestuurder. En wie zijn er nog meer medeverantwoordelijk, naar uw mening? Ik denk dat natuurlijk als dit soort zaken gebeuren, dat altijd ook in relatie staat met een raad van commissarissen die akkoord gaat en wellicht ook mensen in de organisatie. Maar het blijft at the end de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en een afgeleide verantwoordelijkheid voor de raad van commissarissen, tenzij dat de raad van commissarissen op de verkeerde stoel gaat zitten en een beetje directeur speelt. Dan is het anders. Maar dat heb ik tot op heden in al die situaties die ik heb meegemaakt, niet meegemaakt. Oké. U gaf, u had als een van de opdrachten ook om tot een verbeterplan te komen. Kreeg u medewerking vanuit de organisatie en vanuit de Raad van Toezicht? Ja, dat hebben we opgepakt. En dat verbeterplan spitste zich ook in belangrijke mate toe op de Amstellaan, hè, om dat op een goede wijze verder te brengen. En dat hebben we juist ook opgepakt in wisselwerking met enerzijds de gemeente. En ik ben zelfs als, zeg maar vanwege, nou toch de vertrouwensbreuk die er ook was met bewoners, vaak wel eens meegegaan naar bewonersbijeenkomsten of vertegenwoordigers van groepen, om dat ook een beetje weer te managen. Ja, een beetje te managen naar vertrouwensrelatie toe. En managen klinkt zo afstandelijk. Want dat heb ik niet afstandelijk gedaan, want dat doe je met die mensen op een andere wijze. Ja. Ik kom zo nog terug op project Amstellaan. Maar dat verbeterplan, daarvan zegt u heeft niet veel weerstand ondervonden vanuit de organisatie zelf. Dat ging soepel. Dat ging redelijk soepel, waarbij mensen wel zeiden, we moeten tot een goede oplossing daarvoor komen. Want als we daar met alles wat we tevoren erin geïnvesteerd hebben, ook woningen daar willen realiseren, moet dat wel in een plangebied gebeuren dat ook goed kan functioneren. Ja. En daar moest je dus een redelijk tussenmodel in bedenken dat goed zou functioneren. Uit ons onderzoek blijkt dat de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Emmerik, niet volledig meewerkte aan het vaststellen van het verbeterplan. Klopt dat? De voorzitter van? De Raad van Toezicht, de toenmalige Raad van Toezicht, mevrouw Emmerik. Nee hoor. Dat klopt volop niet. Medewerking van de volledige Raad van Toezicht en mensen in de organisatie. En met volledig bedoel ik niet dat alles wat er gezegd werd, dat dan meteen akkoord was. Maar dat is ook logisch. Het is goed om daar goed over te sparren. Wat is de beste oplossing? Maar mevrouw Emmerik heeft dus niet gehinderd het herstelproces wat u inzette? Nee, geen enkel probleem. Nee.
Was de grondaankoop in Schalkhaar een strategische kans, zoals de heer Teuber dat noemde, of zoals de heer Kemperman het aangaf, ijskoude grond waar nooit iets ontwikkeld gaat worden? Nou, laat ik daar ook maar helder in zijn. Als je weet dat er hoogspanningsleidingen zijn, als je weet dat er geen ruimtelijke plannen liggen wat er mogelijk is op dat gebied enzovoorts, dan denk ik dat de term ijskoud, die kan daar wel aan gekoppeld worden. Helder. En wellicht dat de heer Teuber daar allerlei andere gedachten bij had, maar uw antwoord kan is helder. Ze me niet voorstellen. Dan de Amstellaan. U gaf zelf eigenlijk al antwoord wat betreft het werk wat u verzet heeft om dat project in goede banen te leiden. Kunt u nog even kort toelichten welke oplossingen u als externe toezichthouder daarin heeft gebracht? Laat ik dit zeggen. Mijn werkwijze als externe toezichthouder is nooit welke oplossing dat ik voor ogen heb. Ik ben daar vaak meer procesmanagementsgericht mee bezig om in wisselwerking met mensen tot oplossingen te komen. Want als er een oplossing is, moet die daarna ook gedragen worden door alles en iedereen en tot uitvoering gebracht worden. In dat procesmanagement hebben we te maken gehad met verschillende partijen, de bewoners die daar in feite woonden. We hebben daar te maken gehad met een gemeentebestuur dat meende dat de corporatie aan iets gehouden moest worden. En je had de opvattingen binnen de corporatie dat ze tot iets goeds moesten komen. En dat heeft ertoe geleid dat toen ik ging vertrekken er geen eindoplossing was, maar dat er een kader geschetst was waar langs verder gewerkt zou worden om de zaken verder tot invulling te brengen. En daar was vertrouwen bij de partijen ontstaan om dat in feite verder te brengen. Want een externe toezichthouder, die moet niet te lang bij een organisatie blijven. Het is goed dat een organisatie het zelf oppakt. En met de keuze, waar ik overigens ook bij betrokken ben geweest, van de nieuwe directeur-bestuurder en hoe dat die dat oppakte, kon dat ook op die manier verder gebracht worden. Ja. U had ook de opdracht om toe te zien op het eerste forensisch onderzoek van Deloitte. En dit onderzoek heeft uiteindelijk niet geleid tot een strafrechtelijk of civielrechtelijke vervolg. Maar in 2011 dan zorgt een voormalig lid van de Raad van Toezicht van Rentree ervoor dat de Kamervragen worden gesteld. En er volgt dan een tweede forensisch onderzoek op basis waarvan de heer Teube wel civielrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt. En deze zaak is nog in behandeling, maar mijn vraag is: waarom is de heer Teuben niet op basis van dat eerste onderzoek aansprakelijk gesteld? Laat ik dit zeggen, dat forensisch onderzoek bij een juridische toetsing onvoldoende duidelijkheid gaf om die stap te zetten. En ik heb ervoor gepleit, in wisselwerking met de Raad van Toezicht, om geen eindconclusies te trekken, maar het volledige dossier en alle gegevenheden door te leiden in de richting van het ministerie, omdat vanuit mijn praktijkervaring het zo was dat als FIOT en andere recherchediensten, want die hebben meer mogelijkheden dan een forensisch onderzoeksbureau, als die er zich mee bezig zouden houden, dat er misschien wel wat meer in beeld zou komen. Dus dat gedeelte is bij het ministerie neergelegd om dat verder op te pakken. Maar was dat bij het eerste onderzoek? Naar aanleiding van de eerste afronding, dus toen ik wegging, heb ik daar ook heel duidelijk bij stilgestaan met de Raad van Toezicht en heeft de Raad van Toezicht besloten om dat ook in de richting van het ministerie door te leiden. Ja, maar dat heeft toen uiteindelijk niet geleid tot een proces. Nee, dat is verder in onderzoek. En laat ik daar maar heel helder in zijn. Dat is iets wat ik bij meerdere corporaties waar ik extern toezichthouder was, me wel eens een beetje boos over gemaakt heb in de richting van laat ik maar zeggen, de Rijksoverheid, ik zal het maar even breed houden, dat vervolgstappen en lik of stik beleid of hoe je het ook wil noemen, juridische stappen, dat best is wat sneller en wat steviger zou kunnen. Ja. Want ik kijk hoe dat maatschappelijk land, want we hadden het net over huurprijzen, hoe dat maatschappelijk land bij mensen, en je ziet hoe lang dat moet duren, dan denk ik, dat mag best wel iets steviger aangepakt. Ik begrijp uit uw reactie dat u daar geen begrip voor heeft. Kunt u nog duiden? Ja, waarom dat dan zo is? Waarom het Rijk hierin niet doorpakt? Ik zeg Rijksoverheid, hè? Ja, dus ik zeg ook het Rijk. Inclusief alle en de rechterlijke macht en alles wat erbij hoort. Ja. En wie waarvoor verantwoordelijk is, daar heb ik geen pretentie in om daar een uitspraak over te doen. Mij gaat het erom dat ze met z'n allen niet in staat zijn om dit sneller en steviger aan te pakken. Kunt u wel toelichten wat de beleidslijn van het ministerie is op dit vlak?
Ik heb alleen maar geconstateerd dat ze dit opgepakt hebben en verder in gang hebben gezet. Dat is wat in mijn tijdstraject nog duidelijk is geworden. Maar daarna heb ik na een aantal jaren niet meer het spoor hoe dat verder gelopen is. Maar wie bepaalt dan of een onderzoek naar bestuurlijke aansprakelijkheid... Ik haal wel twee dingen door elkaar. Strafrechtelijk. Dat in dit geval in belangrijke mate ook via de officier van justitie. Oké. Ja. Tenminste, neem aan dat zo is het weer als kan. Ja. Kijk ook even naar mijn collega die daar ervaring in heeft. U bent externe toezichthouder geweest bij verschillende woningcorporaties. En mijn eerste vraag is, hoe word je nou externe toezichthouder? Hoe gaat het in zijn werking? De eerste keer dat plaatsvond, dat was dat is al heel lang geleden, in de kersttijd bij Trias. En dan krijg je vlak voor de kerst kreeg ik een telefoontje. En op basis van mijn cv, wethouder, burgemeester, actief in de vastgoedsector, kwam men bij mij uit om als extern toezichthouder te functioneren. Ik wist nog niet precies wat het inhield. En ik heb daar een dag, anderhalve dag, wat bedenktijd bij gehad. Ik heb ook het gesprek meegemaakt dat door het departement gevoerd werd met de Raad van Commissarissen van Trias. Mm-hmm. En met een knikje. En ik ben daar als toezichthouder begonnen. Ja, het is op de vergelijkbare manier in al die keren dat u gevraagd bent, dat het gewoon via uw cv, telefoontje. Keren, was het op basis van de ervaring die men blijkbaar met mij had als toezichthouder bij Trias. En met men bedoelt u het ministerie? Ministerie. Ja, ministerie heeft mij altijd benaderd om extern toezichthouder te worden. Oké. Dan wordt u altijd rechtstreeks vanuit het ministerie ook gebeld met het verzoek om. Ja. Oké, kunt u kort toelichten wat het takenpakket is van een externe toezichthouder? Ja, dat takenpakket is meestal bij de aanstellingsbrief beschreven. Dus die zult u allemaal hebben. Dat hoef ik denk ik niet op te sommen. Bijvoorbeeld bij Rentree was dat in de richting van de Amstellaan. Maar meestal kwam het in algemene bewoording tot uitdrukking dat het weer een goed functionerende corporatie moest worden. Ja, helder. Met allerlei clausules eraan verbonden. Maar nogmaals, je weet niet wat je aantreft als extern toezichthouder. Want dat vond ik altijd het moeilijkste, zeker de eerste keer. Je komt ergens binnen. Je weet dat er een klokkenluider duidelijk heeft gemaakt dat er dingen fout zijn. En wie kun je nou wel en wie kun je nou niet vertrouwen als je binnenstapt? Ja, dus je zegt eigenlijk, u wordt dan gebeld of u die klus wilt aanvaarden. En de klus is eigenlijk zorgen voor dat het op orde komt. En u komt eigenlijk blanco binnen als externe toezichthouder. Blanco binnen. En blanco en ook onafhankelijk, moet ik in alle helderheid zeggen. Okay. Want zo heb ik de rol ook altijd ingevuld. Ja. Ziet u parallellen tussen de problemen die u tegen bent gekomen bij de verschillende woningcorporaties, als het gaat om de oorzaken van die problemen? Ja. Dat is bijna inherent aan wat ik hier heb zien gebeuren. Hè. Er is maar één vrouw hier achter deze tafel geweest tot op heden. Het zijn allemaal mannen. En die mannen die hebben dan ook nog eens een karakterologische benadering. Dat ze dominant zijn, solistisch, ambitieus enzovoort. Dat is wel een rode draad die ik daarin herken. En dat uit zich ook. En soms werkt dat goed uit. Want het omgekeerde is natuurlijk niet waar, hè? Dat iedereen die karaktereigenschappen heeft, het ook fout doet. Alleen ik heb geconstateerd dat degenen die in mijn situaties het fout gedaan hebben, wel die karakterologische dimensie hadden. En dan kun je nog allerlei inhoudelijke dingen eraan koppelen, maar ik denk dat dit geen onbelangrijk gegeven is. Als een woningcorporatie in de financiële problemen zit, dan komt ook het Waarborgfonds om de hoek kijken, maar ook het Centraal Fonds, de toezichthouder. Wat zijn uw ervaringen met het Centraal Fonds? Laten we daarmee beginnen. Ik moet zeggen dat ik in al die situaties waar ik als extern toezichthouder heb geopereerd, dat ik dat positief kan duiden. Maar ik wil er één ding aan toevoegen. En dat heeft uw voorzitter menigmaal gezegd. We kijken niet alleen naar de probleemgevallen, maar we hebben een oriëntatie op de totale corporatiewereld. Ik ben ook een dertigtal keren voorzitter geweest van maatschappelijke visitatiecommissies in de richting van de corporaties. En ik moet zeggen, daar heb ik een hele positieve indruk aan overgehouden. Van het Centraal Fonds? Van het Centraal Fonds. Hoe ze dat uitvoeren? En van de corporatiewereld, beide. Maar dan heeft u het over de recente visitaties? Of? Van de afgelopen 4-5 jaar. Het is alweer 6-7 jaar bijna geloof ik. Okay. En uw ervaringen met het Waarborgfonds?
Die zijn wat mij betreft ook positief in de saneringsgevallen. Maar één ding kan ik er wel bij zeggen. Dat is dat daar af en toe wel eens vanuit de invalshoek die men moet hanteren, waar men voor staat, dat daarin wel eens wat functionele spanningen zitten tussen de ene en de andere instantie. Ja, u zegt het heel chic. Kunt u het ook iets meer toelichten? Nou, vanuit de borgingsbenadering en vanuit de financieel toezichtsbenadering zijn er inhoudelijke verschillen. Ik kan ze op tafel leggen, maar dat is, dacht ik, al redelijk uitgesponnen. Maar daarmee zegt u wel... Daar zit een spanningsveld. Ja. En ik heb ook een keer in de commissie De Boer gezeten, waarin deze problematiek ook aan de orde was. Ja. En toen heb ik uiteindelijk niet mijn persoonlijke voorkeur de boventoon laten voeren, maar ik heb me aangesloten bij één belangrijke boodschap die we gaven. Dat er eigenlijk één toezichtsinstantie zou moeten komen, waarin in feite integraal overal gekeken kon worden in de richting van op welke wijze gaan we er invulling aan geven. Want door die verschillende rollen is niet tijdens saneringsactiviteiten, want dan werkt het goed. Maar in andere trajecten kan dat wel eens tot problemen aanleiding geven. Hoe u het graag ziet, dat hebben we genoteerd. Als we kijken naar de huidige praktijk waarin het WSW opereert, Waarborgfonds en het Centraal Fonds, daarvan zegt u als het gaat om saneringstraject, dan gaat dat goed. Ja. Dan heeft u geen opmerkingen, kritiek. Dan gaat het goed, dan zijn er spanningen, maar die spanningen die worden met elkaar goed opgelost. Ja. En als naadloze aansluiting is daar in feite de stok achter de deur om dat proces ook goed te laten verlopen. Ja. En als we het saneringstraject opzij zetten en we kijken naar hoe de twee, dat spanningsveld waar u het over heeft tussen het Centraal Fonds en het Waarborgfonds, wilt u dat nog verder duiden? Want u begon met uw ervaringen met het Centraal Fonds, die waren positief. En mijn vraag ging over het Waarborgfonds. Zegt u daarmee dat bij het Waarborgfonds een aantal zaken niet goed liepen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat de mensen niet goed functioneren, maar de benaderingswijze is een andere. Ja. Zeker omdat met betrekking tot de borging er een wisseling heeft plaatsgevonden van projectborging naar bedrijfsborging. En dan ook nog voor een langere periode. En anderzijds moet jaarlijks vanuit financieel toezicht gekeken worden hoe dat de zaken spelen. Dus daar zit een spanningsveld op. Maar daar zult u gegarandeerd mee geconfronteerd zijn geweest als u met deze twee instanties hebt gesproken. Dat commissie doet uitgebreid onderzoek en we hebben vandaag het verhoor met u, dus we horen ook graag uw mening. Maar dat heb ik gezegd. Ja. U gaf al aan dat de minister de toezichthouder, externe toezichthouder benoemt. Uiteindelijk rapporteert u ook richting het ministerie. Ja. Wat is de verdere betrokkenheid van het ministerie? Dat is, als ik er zelf behoefte aan had om iets kort te sluiten, om dat met ze kort te sluiten, als ik een vraagje had. En incidenteel ook nog wel eens een vraagje vanuit het ministerie. Maar ik heb al gezegd, je opereert onafhankelijk. En die onafhankelijkheid die zorgt er ook voor dat je niet te veel met de partijen je laat vertellen wat er moet gebeuren. Ja. Welke middelen heeft u tot uw beschikking als externe toezichthouder? Kenniskunde en een goede attitude. En verder niets. Ik heb wel de eerste keer bijvoorbeeld gevraagd, en dat heeft ook goed gewerkt, er mag niets meer gebeuren in die corporatie van meer dan 100.000 euro of ik moet daar een akkoord op geven. Toen was ik nog helemaal onbekend mee met het fenomeen. Dat was namelijk de enige weg waardoor je de zaken in feite goed kon volgen in het financiële traject. Maar het financiële traject is geen onbelangrijke en daarmee kon je ook allerlei andere zaken beter in beeld krijgen. Ja. Nog los het is een truc om de zaken goed in beeld te krijgen. Ja. Nog los van het saneringstraject, als u daar als externe toezichthouder bent om de zaak op orde te krijgen, welke rol heeft het Centraal Fonds dan? Als er geen sprake is van sanering, heeft het Centraal Fonds op zich geen rol. En het Waarborgfonds? Ook niet. Okay. Tenzij dat vanuit de inhoud het nodig is dingen verder in afstemming te brengen of aan te pakken. Ja. En daar zat ik weer als externe toezichthouder dan bovenop, als er met Centraal Fonds of Waarborgfonds of met beide wat moest gebeuren. Ja, maar als ik het dan samenvat, dan treedt u als externe toezichthouder redelijk solistisch op. U heeft wel partijen als het ministerie, het Centraal Fonds en het Waarborgfonds voor advies. Maar u moet zelf de klus klaren. Ja. Op 19 januari 2010 wordt u uitgenodigd door minister Van der Laan in Hotel des Indes, want daar, Des End, hoe je het ook wel uitspreekt, waar hij u, maar ook andere externe toezichthouders uitnodigt om mee te denken over nieuwe wetgeving voor corporaties. En in dat overleg, daarin stelt u dat
Bevlogenheid kan omslaan in hoogmoed bij onvoldoende tegengas. Kunt u dat kort toelichten? Ja. U heeft het eigenlijk volgens mij al Ik denk dat ik gedaan. Het gezegd heb, maar dat komt met de karaktereigenschappen die ik neergezet heb. Ja. Als je dan alleen maar applaus hebt en je hebt weinig mensen in je omgeving die je kritisch volgen, dan denk je dat je het altijd bij het rechte eind hebt. En dan ga je maar door en dan ga je maar door totdat het fout loopt. Ja. Okay. We hebben het ook al gehad over het forensisch onderzoek. En dan wil ik het met name ook hebben, nog één vraag waar ik het met u over wil hebben. En dat gaat om de bestuurlijke aansprakelijkheid. Wie bepaalt er of er onderzoek komt naar bestuurlijke aansprakelijkheid? Is dat nou het ministerie of de Raad van Toezicht? Ik denk dat in de verantwoordelijkheidslijnen die ik net heb gezegd, dat is dat primair zeg maar de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de corporatie. Dat als afgeleide verantwoordelijkheid de Raad van Commissarissen opereert. Als er iets speelt in de richting van een directeur-bestuurder, dan heeft de Raad van Commissarissen een extra verantwoordelijkheid, zeg maar, in de richting van die functionaris. En die bepaalt in belangrijke mate de bestuurlijke aansprakelijkheidsbenadering. Daar ligt het primair. En als die in gebreken blijven, dan kan het weer zijn dat er een vervolgstap gezet kan worden. Maar daar ligt de primaire verantwoordelijkheid. U was ook externe toezichthouder bij PWS Rotterdam. Ja. En daar is de bestuurder aansprakelijk gesteld. Ja. Hoe vergelijkbaar zijn de processen bij PWS, Rantree en WSG als het gaat om die aansprakelijkheid van bestuurders? Die zijn niet identiek. Op welke punten verschillen ze? Het belangrijkste verschil was in feite dit, dat bij PWS, en dat was ook bij Wooninvest zo, dat daar zeg maar met de opdrachtenportefeuille die er was, de omzet die men had, er veel geld naar allerlei bedrijven toe ging. En hoe noemen ze dat? Kickback, in feite geld terugsluizen naar personen van die organisatie aan de orde was. En dat was daar heel sterk aan de orde. Bij de andere corporaties heb ik die kickback benadering niet direct aangetroffen. In Lisse hebben we misschien voorkomen. Maar als het gaat om het proces van de bestuurlijke aansprakelijkheid, proces. Ziet u daar verschillen in tussen de drie corporaties? Ja, dat is dat de bestuurlijke aansprakelijkheid wordt in gang gezet in principe door de Raad van Commissarissen. Ja, als het gaat in alle drie de gevallen? En volgens mij is dat in alle gevallen zo geweest. En hoewel ik bij PWS heb ik het tussentijds overgenomen van een andere extern toezichthouder. Maar volgens mij is dat zo gelopen. En dan krijg je ook terugkoppeling in de richting van de Raad van Commissarissen door de juristen en de mensen die er zich mee bezighouden om daar verder vervolg aan te geven. Okay. U zult ongetwijfeld gelezen hebben vrij recent dat de treasurer van Havensteder op non-actief is gesteld. Dat is naar aanleiding van het verhoor wat wij hier hebben gehad met de heer De Vries. Deze treasurer die zou 100.000 euro hebben gekregen van de adviseurs van FIFA Finance. Heeft u in de tijd dat u toezichthouder was bij PWS, want PWS is natuurlijk gefuseerd tot Havensteder, hier iets van gemerkt? Nee. Helemaal niet? Helemaal niet. Ik kijk naar mijn collega. Nee, we gaan er lekker vlot doorheen, meneer Lensen. Dus ik had u aangekondigd dat we nog even over de zelfregulering zouden doorpraten. 93 is de brutering en dan wordt er bewust gekozen voor een zelfstandiging van de sector. Ja. Beperkte sturing door de overheid, ruimte voor de corporaties om hun ding te kunnen doen. Ook een beetje met het idee van dan kunnen aan de lokale behoeften worden voldaan. Wat is nou, als u terugkijkt, uw mening over die zelfregulering? Is het werkbaar? Nou, laat ik dit zeggen. Met hoe dat er gedacht wordt over de corporatiewereld. Bij de overheid, bij de corporaties, kun je eigenlijk concluderen dat we een hybride benadering hebben. Ja. Namelijk een publieke taakstelling en privaat georganiseerd. En wat ik nou zo jammer heb gevonden in die jaren daarvoor, dat het heel sterk bij de corporatiesector was. Wel een onderkenning van hybride, maar het zou eigenlijk alleen maar door, nou chargeer ik wat, alleen maar door de corporaties moeten gebeuren. En men moest zich vooral vanuit de overheid daar niet of nauwelijks mee bemoeien. Nee. Dat heeft ook een behoorlijke beslag gelegd op allerlei discussies.
Onder andere ook discussies, hoe richten we het toezicht in? Ja. He, want dan kreeg je de discussie, moet het nou WSW zijn of moet het nou Centraal Fonds zijn? Vanuit dat spanningsveld wat er ligt. Of een autoriteit. En dan heeft in feite, ja, van wie is eigenaar of wie heeft de zeggen voor in de richting van de corporatiesector, heeft een beetje de boventoon. En dat vond ik jammer. Want als men elkaar goed had gevonden, goed met elkaar had afgestemd, dan was dat allemaal veel beter met elkaar gelopen. Ook in wisselwerking met de Rijksoverheid. Ja, komen we straks nog even te praten over hoe de corporaties onderling met elkaar werken en of ze zich aanspreken op uitwassen. EDIS, dat is de brancheorganisatie van de woningcorporaties. Klopt. En die was heel kritisch, hè, over wat er gebeurde. En die zei, nou ja, er is toch sprake van een wisselend overheidsbeleid. Vindt u dat ook? Ik zou de bewindslieden onrecht doen als er een periode van een aantal jaren 6 bewindspersonen zijn geweest, dat er geen wisseling in zou zitten. Want iedereen heeft zijn eigen klankkleur die hier in aanbrengt. Eigen stempel. En eigen stempel. En dat heeft zijn effecten. Maar hebben de corporaties daar last van gehad? Is het een valide argument om te zeggen, nou ja, dan zat minister Dekker daar, dan zat Van der Laan daar, het ander beleid. We konden daardoor niet doen wat we moesten doen. Ik snap het. Het zou handiger zijn als je met een hele duidelijke beleidslijn over een langere periode kunt opereren. Ja. Want we hebben het over vastgoed en dat kent ook langjarige termijnen. Ja. Dus wat dat betreft zou dat verstandig zijn. Maar als je nou echt professional bent, dan denk ik dat je dit soort dingen moet kunnen hanteren op een goede wijze. Dat moet kunnen. Ja. Want zoveel wijzigingen echt de andere kant op, nee. Waar ik het ook nog even met u over wil hebben is een concurrentiestrijd die er tussen corporaties is. En dan met name daar waar er geld verspild wordt. Want we hebben bij Rochdale gezien dat Rochdale tegen de kei ging opbieden, flink. Maar ook bij WSG heeft Gerard Erens gezegd van ja, het is toch wel bekend bij ons in de regio in Brabant dat Span ook wel tegen andere corporaties opbood om, nou ja, die grond aankopen te kunnen doen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat niet goed. Laat ik daar heel helder in zijn. En ik heb die geluiden ook gehoord. Ja. Van wethouders van andere corporaties. Ja. En er zijn zelfs activiteiten ondernomen door corporaties in de richting van instanties om dat aan de kaak te stellen. Ja, want dit zijn twee voorbeelden. Kent u ook nog andere voorbeelden? Andere voorbeelden bij... Van het opbieden tegen elkaar? Ik denk dat dat op dit moment zeker niet meer aan de orde is. Nee. Maar dat heeft wel gespeeld. Maar goed, als je een te hoge prijs betaalt, is het natuurlijk verspilling van maatschappelijk kapitaal. Ja, dat ben ik met u eens. Ja. Waarbij je dan wel een discussieveld hebt, wat is een te hoge prijs? Ja. Als dat in een open biedingsbenadering gaat, want men moest ook marktconform opereren, dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar als dat via relatiepatronen of inspelen op dingen van wetende, nou zo zal het wel zitten, nou ga ik meer bieden, dan denk ik dat dat heel slecht is. Ja. Belangrijk bij die zelfregulering, ik zei het net al, is ook wel dat corporaties elkaar een beetje in de gaten moeten houden. Dat als iemand buiten de pot piest, dat een andere corporatie zegt van joh, zou dat nou wel doen? Ja, ik ben dat met u eens. Ik zou het zo willen duiden. In de beginperiode waar ik als extern toezichthouder heb gefunctioneerd bij corporaties, kreeg ik in het begin nogal eens wat reacties van andere corporaties of andere mensen, dat ze het altijd wel gezegd hadden. Ja, tegen wie? Juist. waarschijnlijk tegen zichzelf. Ja. En dat is ook een fenomeen geweest wat ik heb gehanteerd in de richting van directeurenbijeenkomsten van EDIS. Of wat dan ook, dat ik heb gezegd, jullie moeten je eigen branche goed in de gaten houden. Ja. Want als je dit soort dingen achteraf zegt, dan doe je de branche tekort. Zeg het maar tevoren en ben maar volwassen naar elkaar om elkaar daarop aan te spreken. Liefst dat je naar de betrokkenen zelf toe gaat, maar als die hier niks mee doet, om het dan verder en breder op te pakken. Ik heb de indruk dat dat ook steeds meer gaat werken, dat soort attitudes. Want dat is wel wat Marco Lonnie heeft gezegd, de voorzitter van EDIS. Die zei van, nou, ik heb een goede hoop dat het wel die kant op gaat, maar dat ziet u dus ook zo. Ja, ik heb de indruk dat de goede kant op gaat en dat brengt me er ook een beetje toe. Dat ik zeg, we zijn hier met een stelsel bezig. Een stelsel dat ook goed, maar daar hebben ook anderen uitgedrukt, geld oplevert voor de corporatiesector en daarmee voor de huurders. Dat we echt heel goed na moeten denken. En misschien moet ik het sterker uitdrukken. Moet het stelsel wel verbeteren, maar niet aan de kant schuiven. Nee. Want ik denk dat ook in de corporatiewereld,
ook mede dankzij wat er nu gebeurt, hè, de parlementaire enquête, dat men zijn lessen aan het leren is. Ja. Wat er ook gebeurd is, is dat minister Blok met zijn novelle is gekomen. En die gaat uit van minder zelfregulering en strakkere kaders vanuit de overheid. Wat vindt u ervan? Laat ik het zo zeggen. Hybride betekent wederzijds dat oppakken. Ja. En ik hoop dat de corporatiewereld aan de ene kant, de overheidswereld, maar de minister is daar redelijk dominant in, maar ik trek dat ook een beetje door naar de provincie en de gemeente, dat die met elkaar in feite deze benaderingswijze goed weten in te vullen waar ze zich in kunnen vinden. Want dan gaat het een stuk beter opereren. Als de belangenstrijd, waar ik het net over had, zeg maar corporatie of overheid, als dat door blijft gaan, dan wordt daar enorm veel energie in gestopt als je niet uitkijkt. En dan is het niet goed voor de sector. Nee. Oké, dank u wel. Ik heb één vervolgvraag, want u gaf antwoord op collega Oskam op zijn vraag over corporaties die tegen elkaar opbieden. Ja. En u gaf aan dat dat nu niet meer gebeurt, maar dat het wel gespeeld heeft. Welke corporaties kunt u voorbeelden noemen? Naast de voorbeelden die door mijn collega's zijn aangehaald. Ik kan alleen maar de voorbeelden noemen daar waar ik zelf actief ben geweest. Ja. Daar kan ik wat. En daar heb ik informatie gekregen. En dat kan ik niet hard maken, maar dat is wat mensen je vertellen. Ja. Want daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar dat beeld ontstaat daar wel bij. En ik vind dat ik dat beeld wel met u moet delen, ondanks het feit dat ik het niet hard kan maken. Ja, u heeft geen andere Nee, corporaties. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Ja, dank meneer Oskam en mevrouw Hashi. Collega Mulder heeft ook nog een vraag voor u. Ja, voorzitter, dank. Meneer Lentzen, u heeft een aantal corporaties gezien. U filosofeerde ook eigenlijk vanuit de psychologische invalshoek op een aantal mensen die we hier hebben gezien. U zei ook bevlogenheid kan omslaan in hoogmoed. Ja. Ik moet zeggen, ik ben de afgelopen week ook aangesproken door mensen. Die vroegen, wat voor mensen zitten nou tegenover jullie? Hebben jullie wel een psychiater in je enquêtecommissie? En de psychiater zei, hebben die mensen niet last van een lacuneuze gewetensfunctie? Het zijn mijn woorden niet, maar die hier waren. En mijn vraag is nu, is het stelsel dat wij hebben, is dat nou opgewassen tegen menselijke eigenschappen? Namelijk menselijke zwaktes. Laat ik dit zeggen. Ik denk dat het stelsel er tegenop gewassen is. En dat het met name om gaat, de mensen die het invullen, dat je die goed coacht, begeleidt, inhoud meegeeft en dat die over de goede houding en attitude moeten beschikken om dit op te pakken. Want als je één zo'n persoon hebt, maar je hebt wel een sterke raad van commissarissen, dan denk ik dat die ene persoon daar niet zo makkelijk mee wegkomt. Zeker niet als het fenomeen zich gaat aandienen waar we het net over gehad hebben. Dat ook de omgeving en de branche daar op een bepaalde manier ook verder mee omgaat. Zaken bespreekbaar stellen is eigenlijk de eerste stap om dit soort zaken binnen de touwen te houden. Dank u, meneer Mulder. Meneer Lentzen. We zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Het beeld is duidelijk, denk ik. Ik dank u en ik sluit deze vergadering.